Zo, zit je goed? Ja. Goed zo. Kun je mij uitleggen waarom je zo'n fan bent van Steven Bergwijn? Omdat hij mooie voorzetten kan maken. Ik heb deze brief geschreven aan Steven omdat ik zijn docent ben geweest. En ik het gewoon ontzettend leuk vind dat hij gewoon zo'n goede speler bij Ajax is geworden. Ik ben John dankbaar voor het feit dat hij op dit moment hoofdtrainer is. Terwijl zijn clubje eigenlijk slecht gaat. En hoe reageerde jij dan dat Ajax jullie belde? Ik kon het niet echt geloven. Ik was echt helemaal in shock. Het was heel gek. Ik geloof het bijna niet. Wat zou je ervan vinden, denk je, als Steven Bergwijn die brief zou lezen? Leuk, omdat ik hem zelf heb geschreven. Ha, Steven! Beste John. Beste meneer Bergwijn, u bent mijn favoriete speler. Vanaf de jaren 80 ben ik groot Ajax-fan. Ik hoop dat je me nog herkent. Ik was je docent economie op de KSG in Apeldoorn. U laat zien dat je door je techniek niet altijd de grootste of sterkste te hoeven zijn. Ik genoot van je als een klassieke Ajax-rechtbuiten met kalk aan de schoenen. In de meer, dribbels langs de zijlijn voor de Reynolds-tribune. Ik had geen idee dat je destijds al zo'n goede voetballer was. En al helemaal niet dat je daarna zo'n ster bent geworden. Ik hoop dan ook over een paar jaar op uw plek te kunnen staan. Gejuich als het goed ging en vooral gescheld als het slecht ging. En als ik ging stappen in Palladium, dan kwamen de verliefde meisjes achter jullie aan als jullie Ajax-zieden weer eens binnenliepen. Huh? Wat doet Steven nou aan jouw muur? Toen bleek dus ineens dat je een van mijn zoons idolen bent. John, jij bent voor mij de belichaming van een echte Ajax-ziet. Altijd weer terugkeren bij die grote oude liefde en daar zonder mokken werken. Ik vind jou een mooie kerel. Als jij deze club nog naar een Champions League plek krijgt, mogen ze van mij een standbeeld neerzetten van je. Ik mag wel aanvoerder blijven. Groetjes, Jerry. En ik ben blij dat je lekker dit werk bent gaan doen, want dat past veel beter bij je dan iets met dat saaie economie. Hulde aan een echte Ajax-ziet. En ik wens je het allerbeste toe op alle gebieden. Heel mooi. Leuk. Nee! Oh! Mooi, Jan. Mooi brief. Nee, John. Dat van het Palladium kan ik me nu herinneren. Nee? Nee, dat zou je wel snappen. Mag ik je dit even? Oh, wat superleuk! Nou ja, hij vindt het toch veel leuker! Wat? Alles goed? Ja. Ik heb het gehoord, dat was een hele mooie brief. Nou, je kan hem gewoon aanraken! Je hoopte al dat hij de brief zou lezen, hè? Oh, dit is toch te leuk, Pelle! Ja! Want hoe vind jij het dat dit nu zo is gebeurd en dat je naast je grote held zit? Niet te geloven. Gewoon heel, heel apart. Ik had al helemaal niet verwacht dat jij zou komen. Dan denk ik, wat moet zo'n arme jongen toch hier bij zo'n oud-economie-docent? Ik vind het wel heel erg leuk, eerlijk gezegd. Ja. Ja, dat vind ik geweldig. Tuurlijk, jeugdheld. En dat, ja, dat doet me wat. Wat vond je ervan dat JD zo'n brief voor jou heeft geschreven? Vaak heb je niet zeg maar door dat mensen naar je opkijken. Als je dan zo'n brief krijgt, dat is wel mooi. Dat is zeker mooi. Dat je iemand ziet die jou zeg maar, vanaf toen kent in plaats van iemand die jou in latere fase eigenlijk alleen van tv kent. Dus ja, ik vind het wel heel erg leuk eerlijk gezegd. Wat hij beschrijft, dat heb ik natuurlijk allemaal daadwerkelijk beleefd. En Jan vanuit het volgen. En dat is, ja, dat is mooi om dat te horen. Ik vond het heel leuk om jullie te zien, allebei. En volgens mij mogen we zo even naar het veld. Maar eerst hebben we nog wat leuks. Dus eerst jou natuurlijk. Dank je. Alsjeblieft. En dan nou, voor jou. Wat super lief. Yes! Ja! Net op de achterkant natuurlijk. Maar dat wil ik wel gesigneerd hebben, John. Dat gaan we doen. Die zag ik niet aankomen. Ga naar het veld. Ga je mee? Ja. Yes! Groot, hè? Onvoorstelbaar. Ga maar even zitten. Kan je voelen? Verwarmd is hij toch niet? Ik heb geen idee. Ik sta meestal. Nou, oké. Okay. Is nog een verrassing? Oh.
Nee. Alsjeblieft. Wat? Weet je wat dit betekent? Dat jij zaterdag 2 VIP-stoelen hebt voor de wedstrijd tegen PSV. Nee, top. Ik vind het geweldig. Dankjewel, man. Mooi. Heel mooi. Ja? Ik ook. Ik ben blij dat je erbij bent zaterdag. Als ik score, ga ik daar zwaaien. Tot zaterdag, ja? Ik ben nog nooit op het veld geweest. Mag ook niet, hè? Jawel. Ja? Voor mij wel. Hoe dan? Hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Je allereerste wedstrijd ooit hier. En ook nog daar. Hoe gaat dat zijn, denk je? Heel gaaf.